Het is niet zozeer dat ik zwaar ben of zo, denk ik, maar dat je man bent. Sommige mensen zijn dat niet gewend. En dat geldt zowel voor man als vrouw, dat die dat niet gewend zijn. Naar het bureau toe, dan zegt ze van... Wat is het, een man? Zoiets, weet je wel. Van, ja, of dat is maar geen vent. Is zulke opmerkingen, maar die hoor ik nooit zelf. Die horen de baas en mensen van het bureau. Voor mij is het normaal. Ik doe thuis ook mijn gedeelte ook nog natuurlijk. En dat stelt mijn vriendin heel erg op prijs. Niet dat ik echt veel doe, maar ik moet... mijn deel wil ik toch wel doen. Anders wordt het te veel voor haar. Dus. Ja, ik ben er gewend wat in huis te doen. Dus voor mij is het heel normaal. Maar ik kan me voorstellen dat mensen... Een man thuis. Ja, mijn familie vindt het prima. Mijn moeder is zo'n type die... mensen die kijken heilig tegen werk aan. Van die generatie. En dat maakt niet uit of ik nou achter de vuilniswagen sta of... Dat maakt mijn moeder echt niet uit. Dus, ze is altijd trots. Het bijzondere is dat ik met mensen zoals Huub... Dat je dan een soort vriendschap, dat je dan niet echt een werknemer voelt. En hoe je ook met elkaar omgaat. Zo van oude jongens krentenbrood. En dan schiet ik ook gelijk meer in mijn Brabants accent. Dat het zo bezuinigd wordt dat er minder mensen moeten zijn. Dat is een reële angst, denk ik. Aan de andere kant denk ik, om een beetje te relativeren, dat het... ook al mee zal vallen, want het blijft nodig, dit werk. Dus ik zie niet hoe ze dat zo zouden invullen als er heel veel mensen ontslagen worden. Hoe ze die mensen weer hulp kunnen bieden. Dus ik denk dat het wel meevalt. Het zal niet in één keer weg zijn en ze zullen niet in één keer zeggen van... Nou, jullie hebben 100 werknemers, ze moeten er 75 weg. Dat denk ik niet. Misschien wel de helft. Sommige bedrijven, heel veel mensen eruit, maar... hier zie ik dat nog niet zo snel gebeuren. Voor mijn eigen baan zal, dat is moeilijk te zeggen, maar ik denk dat het wel mee zal vallen.